CSA is een van die vormen van landbouw die een aantal landbouwers, en het blijft een nichemarkt, maar wij bij een aantal landbouwers proberen te ontsnappen aan dat tussen hamer en aanbeeld zitten. Wat ik bedoel met tussen hamer en aanbeeld is dat ze enerzijds, dat de meeste landbouwers enerzijds in de greep zitten van de toevoer, dus de aankoop van meststoffen, pesticiden, zaden, dat soort zaken. En die markten worden gecontroleerd door een zeer beperkt aantal, meestal wereldbedrijven. En alles wat onder het aanbeeld zit, is de distributie. En daar komt CSA-landbouw direct in de picture, want het is een methode voor een aantal landbouwers om een beetje aan de greep te ontsnappen van de veilingen, de supermarkten, van degenen die de distributie in handen hebben en heel vaak dicteren wat en onder welke prijzen landbouwers hun producten kunnen verkopen. In België staat CSA nog in de kinderschoenen. Tom Troonbeeks is een van de eerste die bewust de keuze heeft gemaakt om zo'n bedrijf op te starten. Hij heeft de mosterd bij onze noorderburen gehaald, waar CSA al heel wat langer wordt toegepast. CSA staat voor Community Supported Agriculture. Dat is dus landbouw ondersteund door de gemeenschap, door een groep mensen. En eigenlijk komt het erop neer dat de boer en de consument, de klant, de mensen die voedsel nodig hebben, en dat is dus iedereen, de handen in elkaar slagen en samen een landbouwbedrijf gaan uitbouwen. De boer doet al het werk op het veld van zaaien, planten, wieden. En de consument betaalt op voorhand een vaste bijdrage per jaar en deelt zodoende mee in het oogstrisico. Dus het ene jaar is er wat meer sla, het andere jaar wat minder en zo verder. De consument draagt het risico van het weer enzovoort. Tom kiest voor gemeenschapslandbouw om allerlei redenen. Niet enkel om meer autonomie en zekerheid te hebben, maar ook om een dienst te bewijzen aan de gemeenschap en aan zijn klanten. Ik heb ervoor gekozen om een bedrijf uit te bouwen volgens de principes van Community Supported Agriculture, omdat ik niet afkomstig ben uit een landbouwersfamilie en ik dus heel wat risico's zou gaan nemen. En ik het moeilijk vond om die helemaal alleen te dragen, of zelfs onmogelijk. Ik was 30 jaar op dat moment en had niet echt de mogelijkheden, financieel dan. Dat is één reden, maar de belangrijkste reden is misschien wel dat ik het belangrijk vind om de mensen die eten dichter bij hun voedsel te brengen. En dat een project als dit heel veel educatieve mogelijkheden heeft, zowel doordat ze gewoon naar hier komen en hun groenten zelf oogsten, als moment waarop we specifiek werken rond een thema. We hebben hier al champignonneteelt gedaan, dingen met kruiden inmaken en zo verder. En gewoon het leven met de seizoenen komt er automatisch bij. In Locristi heeft Alex Floré de financiële onzekerheid bij het kweken van azalea's de rug toegekeerd. Sinds begin dit jaar is hij ook een CSA-landbouwer. Een keuze die hij zeker niet betreurt. We hebben er even over nagedacht, tuurlijk. Vanzelf gaat dat niet gaan. Maar toch is het tamelijk rap gebeurd. We waren al langer aan het denken om van die azalea's mee te stoppen en iets anders te zoeken. En toen we die gemeenschapslandbouw, CSA, zoiets vonden, dat we, ja, waren we er rap voor gevonden eigenlijk. De overgang was dat we meer respect krijgen voor ons werk. Dat we ons meer verbonden voelen met ons product, doordat we de klant, de korte keten, dat we de klant er veel rechtstreeks zien, geeft dat een veel grotere voldoening. En het is ook een manier om van eerlijk zijn tegenover iedereen. Eerlijk tegenover de grond, respect tegenover de grond, tegenover de planten waar we mee bezig zijn. Het gaat dan over respect op alle vlak, eerlijkheid tegenover op verschillende punten. Zowel bij Alex als bij Tom is CSA een vrij succesvolle formule om aan landbouw te doen. Ze hebben een groot aantal klanten die zorgen voor een stabiel inkomen. Elke klant betaalt minimaal €250 per jaar om hun groenten te kunnen oogsten. Ik ben begonnen met 50 klanten die zich eigenlijk na mijn uitleg en nog een volledig leeg veld erin gegooid hebben en het risico genomen hebben. Ik vond dat toch wel heel bijzonder dat ze dat durfden en deden. En dat is dan snel naar 90 gegroeid, dan naar 180, 240. En nu zitten wij na 7 jaar tijd op 240. Op 320 leden. We zijn gestart en we hadden een heel ruim opkomst bij de eerste infodag.
zodat we nu werken voor 200 mensen, 200 leden die hun groenten hier komen halen. We moeten naar een 300, 350 mensen gaan. En volgens de reacties die we nu krijgen, zal dat geen probleem zijn om binnen een jaar of twee zeker aan die 350 te zitten. Om een leefbaar inkomen te krijgen, moet de CSA-landbouwer een aantal zaken respecteren. Er is minstens 1,2 hectare grond nodig per landbouwer om rendabel te zijn. En ook op het aantal klanten moet een limiet worden gezet. Met hoeveel personen je ervan kan leven hangt grotendeels van je oppervlakte af. Dus hoeveel mensen dat je erbij kan nemen als leden, die komen oogsten en die een bijdrage betalen, wordt rechtstreeks bepaald door het aantal vierkante meters dat je hebt. Een van de gevaren waar ik zou kunnen intrappen, is dat ik heel veel mensen willen hier komen oogsten. Ik heb een lange wachtlijst. Stel dat ik hier in plaats van 320 leden naar 500 leden zou gaan, dan zou het ineens weer veel anoniemer worden. Heel veel draait hier op vertrouwen en daarvoor is het persoonlijke toch wel heel belangrijk. Dus ik ga zelf niet naar een gigantisch bedrijf groeien. Ik heb dan veel liever dat er vele kleine bedrijven komen dan een paar hele grote. Ineke Doks heeft samen met een vriendin het bedrijf Grondsmaak opgestart in Kontich. Het bedrijf zit nog volop in de opstartfase en is daarom, net zoals vele andere bedrijven, nog niet rendabel. Maar voor de twee boerinnen is het alvast geen slechte start. We hebben er eigenlijk voor gekozen om het eerste jaar, we willen naar 250 gaan, om dat eerste jaar nog niet te doen, om zeker te zijn dat we het rond krijgen. We moeten de grond nog leren kennen, we moeten het werk hier nog wat in de hand krijgen. Dus we zijn met 180, 150 mensen eerst gestart. En dat wil zeggen dat dat eerste jaar niet rendabel is. Daarvoor moeten we eigenlijk naar een 250-tal stijgen. Ja. Door het directe contact met de landbouwer zijn de klanten bereid om meer te betalen dan alleen maar voor een product. De klanten weten en zien dat ze ook betalen voor het werk dat de landbouwer levert. Het gevoel van, ja, dat moet veel meer verbonden geraken om het rond te krijgen als boer en om ook een eerlijk loon te kunnen krijgen voor hetgeen dat je maakt. Ik denk, mensen zijn te veel geneigd om te zeggen van, het mag niet te duur zijn, maar als je weet wat erachter zit, dan denk ik dat mensen wel meer geneigd zijn om er toch een eerlijke prijs voor te betalen. En dat vind ik heel mooi aan dit concept of aan die CSA-landbouw. Ja. Enkele reacties van klanten bij het open veld zijn niet te misverstaan. Ze zien in dat CSA meer is dan enkel de aankoop van groenten. En dat er ook voordeel is uit te halen. Het is een manier om buiten te komen, in plaats van naar een winkel en binnen te gaan, om buiten te komen, om eigenlijk een stukje terug contact met de natuur te hebben. Ik vind de groenten heerlijk van smaak. Ik vind ze echt ongelooflijk veel beter als dat je ze in de winkel koopt. Zelfs vind ik biogroenten in de winkel. Ik vind dit nog altijd lekkerder. Het heeft ook iets heel speciaals, vind ik, om zelf je groenten te gaan plukken en ze dan 's avonds op je bord te hebben. Eerst dacht ik, de prijs, dat is nogal naar de hoge kant. Ja, je moet, voordat het begint, je weet niet hoe dat gaat juist in elkaar zitten. Dus dachten ik en mijn vrouw, dus dachten we dat dat toch wel wat duur was, maar na een jaar zijn we tot de vaststelling gekomen dat je meer dan het dubbele gaat betalen. En dan, als je dan nog moet bio kopen, dan moet je er nog een keer een dubbele bij doen. Hoe succesvol de CSA-bedrijven ook mogen zijn, het is zeker geen eenvoudige opgave om in de stiel te stappen. Om te starten is een grote som geld nodig en ook de kennis om aan landbouw te doen gaat achteruit. Het is een algemeen probleem in de landbouw, niet alleen in Vlaanderen, niet alleen in België, maar in heel Europa. Als je weet dat het overgrote deel van de landbouwers ouder zijn dan 55 jaar en dat slechts 8% van alle Europese landbouwers jonger is dan 35. Als je weet dat zeker in België, zeker in Vlaanderen, landbouwgrond schaars is en dus ook duur, de wetten van vraag en aanbod, dan zie je inderdaad dat heel weinig jonge mensen echt in de landbouwwereld stappen. Dat is voor de gangbare landbouw zo, dat is voor de biolandbouw zo. En dat geldt ook voor mensen die kiezen voor CSA-landbouw. Een andere grote hindernis blijft toch ook kennis. De kennis rond landbouw is zodanig geërodeerd. De gemiddelde leeftijd van mijn collega-boeren is 55 en meer. Dus er is echt al wel heel veel kennis op pensioen, laat ik maar zeggen. Dat is heel jammer en ja, dan is een opleiding toch bijna noodzakelijk. Ook bij Grondsmaak weten ze dat een investering zwaar kan zijn. Ze hebben ook niet direct de zekerheid dat hun ganse investering benut kan worden.
Rond Antwerpen is de grond heel duur, hè? Dus dat was een hele moeilijke, en ik weet het niet van buiten, maar ik denk dat het een 70.000 per hectare was. Dus dit is 3 hectare grond, dus dat is een 210.000 dat er geïnvesteerd is in de grond. We gebruiken het nu niet allemaal. En dat blijft ook wel wat een dobber, die grond, of dat we dat ooit ook wel voor die prijs in ons bedrijfje kunnen steken. Voor het bedrijf zelf aan investeringen, van materiaal en alles wat we nodig hebben, hebben we een investering van een 30.000 gedaan ongeveer. Om het hoofd te bieden aan sommige problemen, hebben een 15-tal CSA-bedrijven zich verenigd in een netwerk. Samen staan de bedrijven sterker. En door een aantal keer per jaar samen te komen, kunnen ze ervaringen en kennis aan elkaar doorgeven. Het doel van het CSA-netwerk is om het ideegoed dat erachter zit uit te dragen en open te stellen voor iedereen die daar interesse voor heeft. En ook onderling informatie uit te wisselen tussen de verschillende boeren. Dus we zijn allemaal nog relatief startend en we kunnen nog heel veel leren van elkaar en van mensen buiten het netwerk die we dan uitnodigen om ons over bepaalde onderwerpen te komen inlichten. Niet zomaar elk CSA-bedrijf kan lid gaan worden van het netwerk. Om deel uit te maken van het netwerk is het noodzakelijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het is belangrijk dat het om een professioneel bedrijf gaat en we zoeken naar methodes om dat een klein beetje objectief te benaderen. En zo is, stellen we als voorwaarde dat je biologisch gecertificeerd bent of in omschakeling naar biologische teelt. Dat je er een voldoende hoog inkomen uithaalt. En dat dit zonder subsidies gebeurt, of met geen relevant aandeelsubsidies, zo moet ik het zeggen. De Europese Unie wil ook werken aan een meer kleinschalige landbouw. Dat wil zeggen dat de landbouw uit de handen moet blijven van de gigantische bedrijven. CSA wordt daarbij niet over het hoofd gezien en wordt zeker en vast aangemoedigd. Wat Europa wil doen, en ik denk dat dat een cruciaal punt wordt de komende 10, 15 jaar. Als je weet dat het overgrote deel van de landbouwers ouder is dan 55, dan weet je dat tussen nu en 10 jaar, 15 jaar, heel veel bedrijven zullen ophouden te bestaan door een gebrek aan een opvolger, door het feit dat mensen uit het beroep stappen omdat ze op pensioen gaan. Er zullen dus enorm veel landbouwgronden, bedrijven vrijkomen. En het komt er dus op aan om ervoor te zorgen dat het niet de grote multinationale bedrijven zijn, dat het niet de grote giganten zijn die dat gat invullen, maar dat er kansen worden geboden voor individuele boeren en individuele boerinnen om inderdaad in het bedrijf te kunnen stappen, in het beroep te kunnen stappen. En bijvoorbeeld in de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat onlangs is gestemd in het Europees Parlement en in akkoord met de ministers van Landbouw, de 28 ministers van Landbouw, worden er maatregelen voorzien om inderdaad jonge mensen kansen te bieden. En CSA-landbouwers of mensen die voor CSA-landbouw willen kiezen, zullen daar hun deel van moeten krijgen. Gemeenschapslandbouw kan ook een voorbeeld zijn voor andere landbouwers. De landbouwer kan zijn zelfstandigheid terugwinnen en zijn eigen weg gaan. De prijzen moeten hem niet per se opgelegd worden en hij kan kiezen voor een nieuwe aanpak. CSA zorgt voor een nieuwe wind in de landbouw. Ik denk inderdaad dat de inkomenszekerheid bij ons een heel stuk groter is. En zeker in een opstartfase waar je heel veel moet investeren, is dat toch van groot belang om te weten wat kan ik investeren, haal ik er nog wat loon uit en zo. In het begin is dat eerder weinig als loon en veel als investeringen. En als het goed is, draait zich dat dan om, moet je minder en minder gaan investeren en krijg je een groter inkomen. Maar dat is zeker een pluspunt waar veel startende boeren voor tekenen. Wel, ik denk dat CSA-landbouwers en dat de mensen die kiezen voor dit model spoortrekkers zijn en die eigenlijk de weg tonen om via één van de modellen van korte keten benadering, die de weg tonen van hoe het kan en hoe landbouwers er kunnen voor zorgen dat ze terug hun lot in eigen handen nemen. Voor CSA is er dus een toekomst. Dat wil niet zeggen dat er eindeloos veel bedrijven kunnen zijn in Vlaanderen, maar er is ruimte voor meer. Het aantal bedrijven ligt nu op zo'n 15, maar dat aantal kan zeker nog vertienvoudigen.
Als je weet dat er een paar tienduizend landbouwbedrijven zijn in België, dan is er zeker ruimte voor een paar honderd CSA-bedrijven. En je ziet ook in de realiteit dat steeds meer landbouwers daar beginnen over na te denken. De toekomst zie ik heel rooskleurig in eigenlijk. Het draait goed, het draait steeds beter. De werkdruk wordt ook minder, want dat was in het begin wel echt heel zwaar. Dus ik... Je moet misschien door het risico te delen wat minder risico's nemen, maar je moet nog altijd wel super hard werken. Maar door betere mechanisatie, door meer kennis opgedaan te hebben, meer ervaring, geraakt het allemaal beter in evenwicht. En ik hoop dat nog altijd te optimaliseren.